Dag 2 van mijn winactie 10-daagse. Gisteren hebben jullie bij mij een Zalando toegoedbon kunnen winnen. En vandaag mag ik van Gosh 10 producten verloten. Ik kan kiezen voor één groot pakket van 10 producten die ik gewoon wam in één keer weg ga geven. Maar omdat ik 1 jaar besta en ik eigenlijk zoveel mogelijk mensen blij wil maken, ga ik 10 producten weggeven. Dus er komen 10 winnaressen. Dat houdt in dat je kans maakt op 1 van de 10 producten die ik zo laat zien. En je kan geen voorkeur geven. Het is gewoon puur dat je mee kan doen aan de winactie. En als je wint, dan win je 1 van de 10 producten. Welke 10 producten kan je winnen? Als eerste hebben we hier een Gosh Foundation. En dit is 23 cent. Ik heb hier een Gosh Cover Me Up Make-up Mousse. En dit is de 06 Honey. Ik heb een nagellak in silk. Echt een heel licht roze kleur. Ik mag een nagellak van Metallic Purple. Een eyeliner en dit is de 03 Extreme Art Eyeliner. Beetje goud, oranje, bruinachtig. Ik mag een Gosh Waterproof Eyeshadow. En dit is de Love That Champagne. Ik mag een Gosh Effect Powder in kleur 14 Fox weggeven. Echt een hele mooie rood-oranje kleur. Ik mag een Tropical Eye Pencil weggeven. En dit is de Pure Pink. Ik mag een lipbalsem, ja, Soft Shine Lip Balm weggeven. Dit is nummer 31 Passion Pink. Ja, ik kan helaas geen kleur laten zien, maar hij zit nog dicht in de verpakking. En ik mag een lipgloss weggeven. Dat is deze. En dit is de nummer 10. Dus dat zijn de 10 prijzen die ik weg mag geven. Wil je kans maken op een van de 10 prijzen? Let dan goed op, want ik ga nu de regels aan jullie vertellen. Regel 1. Je moet het contactformulier op sillysalesun.com onder dit filmpje invullen. Dit is een soort kleine box waar je je gegevens achter kan laten. 2. Je moet in Nederland of in België wonen. 3. Vul een geldig e-mailadres in, want heb ik geen geldig e-mailadres en je wint een prijs, kan ik geen contact met je opnemen. 4. Retweet het bericht op Twitter, wat hier ook onder het filmpje op sillysalesun.com staat. Heb je geen Twitter, geen probleem, het is namelijk niet verplicht, maar ik zou het wel erg leuk vinden. 5. Heb je Bloglove in, zou ik het erg leuk vinden als je dit artikel liked, zodat meer mensen kunnen zien dat er een winactie is, zodat er meer mensen kans kunnen maken op een van de 10 prijzen. 6. Meedoen kan tot en met 11 maart. Dat houdt in dat je precies 1 week de tijd hebt om mee te doen. Meedoen is niet moeilijk, want je hoeft alleen maar het contactformulier hieronder in te vullen en dan doe je al mee. En ik zou het inderdaad leuk vinden als je op Twitter of op Bloglovin liked en dergelijke. Ik wens je allemaal heel veel succes en morgen is de volgende winactie. Doei!